Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. In het oosten van het land zijn lage, bewolken, lage wolken aanwezig en boven het zuidwesten zit wat hoge bewolking met flink wat gaten. En in die gaten klaart het wat op en is het flink mistig. Plaatselijk komt ook dichte mist voor. Vanochtend trekt de mist op sommige plaatsen maar langzaam op en daarna gaat de mist over in laaghangende bewolking. De temperaturen liggen daarbij rond 6 graden. Vanmiddag valt er uit die dikke bewolking wat lichte regen in het midden en zuiden van het land. En op sommige plaatsen komt af en toe de zon tevoorschijn. En daarbij wordt het niet heel veel warmer dan 7 of 8 graden. Vanavond neemt de bewolking dan verder toe in de grote delen van het land en kan er wat lichte regen of motregen gaan vallen. En ook vannacht houdt die lichte regen of motregen aan en daalt de temperatuur lokaal naar 4 tot 8 graden. En morgen is het eigenlijk de hele dag bewolkt, valt er dus nu en dan wat lichte regen of motregen en wordt het net als vandaag een graad of 7 of 8 en daarbij staat een matige zuidenwind. Na dinsdag is het dan vaker droog en komt af en toe de zon tevoorschijn. Op vrijdag passeert mogelijk een zwakke storing, maar er schijnt ook af en toe de zon en de temperaturen komen smiddag steeds uit tussen waarden van 7 tot 9 graden. Mijn naam is Wilfried Jansen van Weerplaza.nl